Martien, hoe kijk je terug op deze eerste show? Ja, ik vond het fantastisch. Er waren ups en downs. Ja, ook wat lage punten. Maar ja, ik ben streng en rechtvaardig. Dus je krijgt wat je verdient. Ja, dat hebben we gemerkt, dat je erg streng bent. Is dat nodig tussen de rest van de jury? Nou, ik vind wel dat de punten zijn heel belangrijk om dus ja, te zien. De schaatsvaardigheid moet goed zijn. Dus ik kan eigenlijk al aan mijn punten een beetje zien wie er dus verder en niet verder gaat. Dus het is aan het publiek om dan natuurlijk tegen mijn punten in te stemmen. Dus ik zeg, blijf stemmen. Dan zal mijn punten niet zo zwaar afwegen. Ja, je mag natuurlijk niet helemaal oordelen, maar van wie verwacht je wel dat hij het heel ver gaat schoppen? Ja, we hebben het eigenlijk al een beetje gezien. Hè. Laura was echt wel fantastisch. Maar goed, ja, wat ze ook zegt, als mensen niet meer op haar stemmen omdat ze het goed doet, ja, dan houdt het ook misschien wel op. Dus ik verwacht dat er meerdere kanshebbers zijn. Ik vind de jongens die wat steviger zijn ook heel spectaculair. Dus ik verwacht van hun nog wel wat sprongen of zo. Hey, en Simra die heeft het helaas niet gehaald. Heb je nog iets voor haar? Wil jij nog iets meegeven? Ja, het is heel sneu. Ze deed heel erg de best uiteraard. Dat doet iedereen. Maar ja, de vonken kwamen er niet vanaf. Zoals ik al zei, ik zag het vuur niet. En het miste gewoon net even de extra swoon wat de anderen wel hadden. Dus ja, helaas houdt het dan op. Nog een tip voor als ze doorgaat met schaatsen? Ja, ik zeg nog een aantal lesjes. Ik ben zelf ook coach, dus ik zeg hard eraan werken. Dan kan je die swoon altijd weer terugvinden.